Welkom bij het webinar Carbon Farming, is dit iets voor u? U heeft zojuist natuurlijk naar een wedstrijd gekeken van Nederland-Macedonië, Noord-Macedonië en weer met een klinkende overwinning. Nu gaan we het even het komend uur over iets heel anders hebben, namelijk Carbon Farming. En dat doen we samen met Christy van Beek, duurzaamheidsmanager bij Bayer. Zij zit hier al bij mij aan tafel en later in dit webinar zien we ook en praten we ook met Mark Wilmink, hij is lead carbon farming van Rabobank, en Jaap van Venem van LTO en Akkerbouwer. Allereerst, Christy, welkom hier bij ons. Jij hebt ook een presentatie voorbereid en een video. We gaan daar zo dadelijk naartoe om dat te kijken. Voordat we dat gaan doen, wil ik u ook uitnodigen om straks vragen te kunnen stellen zodra wij hiermee gestart zijn. Dat kunt u doen. Er zitten twee moderatoren voor u klaar die de vragen zullen opvangen en in die mogelijk ook al direct beantwoorden. Maar een deel van de vragen zullen we ook zoveel mogelijk proberen te beantwoorden hier live in het webinar. En dat ga jij ook doen, Christy. Ja, 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 zeker. Zullen we allereerst kijken naar jouw video? Ja, heel graag. Die is opgenomen. Waar precies? Op de Forward Farm in Abbenes, bij Jasper Robos. Ja, en waarom op die locatie? Dat is een... Bayer werkt samen met een aantal boerderijen, waarin we innovatieve oplossingen laten zien. En waar we de discussie aangaan met onze stakeholders, om te laten zien van hoe wij de toekomst van de landbouw zien. Oké, jij gaat ons vooral meenemen in carbon farming precies betekent voor de bodem. Ja. Je hebt ook een stuk hout meegenomen, zie ik. Ja. Die zien we straks die al terug. Die zien we straks terug. En ook dit suikerzakje. Kijk, ja. We zijn heel benieuwd. We gaan eerst naar de video met Christy van Beek van Bayer. Goedendag, mijn naam is Christy van Beek. Ik ben duurzaamheidsmanager bij Bayer. En we zijn vandaag hier op de Forward Farm in Abbenes. En hier kijken we samen met de boer hoe we de landbouw kunnen verduurzamen. Een van de dingen die we hier onderzoeken is hoe we meer koolstof kunnen vastleggen in de bodem. Want koolstofvastlegging of carbon farming heeft een gigantisch potentieel om broeikasgasemissies te compenseren. In iedere hectare zit ongeveer 100.000 kilogram koolstof. Dat zit er gewoon al. Nou, dat geeft al aan hoe groot die potentie is. Zowel qua vrijkomen, maar nog meer ook qua vastlegging. Nou, de potentie om koolstof vast te leggen in de bodem, die is dus gigantisch. Theoretisch kunnen we daarmee zelfs alle broeikasgasemissie compenseren. Het is helaas nog niet zo heel erg makkelijk, want er zit al heel veel koolstof in die bodem. Daar willen we nog wat extra aan vastplakken. En dat vastplakken, dat kan je vrij letterlijk nemen. Als ik bijvoorbeeld naar deze klomp grond kijk, als ik hier meer koolstof aan vast wil plakken, dan moet ik heel veel meer toedienen dan datgene wat er uiteindelijk overblijft. En dat komt omdat er in de bodem verschillende fracties van koolstof voorkomen. En die reageren niet allemaal hetzelfde. En ook daarvoor heb ik twee voorbeelden meegenomen. Een zakje suiker en een stuk hout. Dit is allebei koolstof. Maar als ik dit zakje suiker hier op de akker gooi, dan is dat morgen weg. Het stuk hout vind ik volgend jaar nog steeds terug. Nou, hoe komt dat nou? Dit zijn twee verschillende fracties koolstof. Dit is heel snel afbreekbaar en dit is hele stabiele koolstof. En wat we willen is dat die koolstof onderdeel wordt van de bodem. Dus dat die er blijft, dat die vastgelegd wordt. En dat is een ontzettende puzzel. En daar zijn we nu zo hard aan het werk om te kijken hoe we dat kunnen realiseren. Als Bayer zien we heel veel mogelijkheden om koolstof vast te leggen in de bodem. En daarom doen we hier onderzoek hoe we dat kunnen inpassen in de bedrijfsvoering van de boer. En dat kan bijvoorbeeld door met innovatieve middelen de bodem zo min mogelijk te verstoren. Want dat is ontzettend belangrijk. Want zodra je die bodem openbreekt, komt er lucht in de bodem, breekt die aggregaten open en breekt koolstof af. En dat wil je dus eigenlijk niet. Je wilt dat die koolstof in de bodem blijft. En daardoor is het belangrijk om die bodem zoveel mogelijk met rust te laten. Nou, dat is een hele puzzel. En die zijn we nu samen met de boer aan het onderzoeken. Kijk,
Christy, we zeiden inderdaad al, hè? De suiker en het hout, ja. Dat komt inderdaad ook terug. Kun je dat nog wat verder toelichten? Ja, in de bodem zijn dus verschillende fracties van organische stof. En wat je met koolstofvastlegging, met carbon farming probeert, is je wil zoveel mogelijk vastleggen. Maar op het moment dat jij koolstof toedient aan de bodem, wordt het gelijk ook afgebroken. Dat is een normaal proces. Dat is mineralisatie. Dus organische stof wordt afgebroken door micro-organismen en daarbij komt weer CO2 vrij. Dus het is eigenlijk heel raar dat op het moment dat je koolstof toevoegt aan de bodem, gaat er ook een deel als CO2 weer de lucht in. Op dat moment komen er wel weer nutriënten vrij en een deel blijft in die bodem. Nou, dat is een dynamisch evenwicht. Hè. Soms wordt wel eens gekeken alsof die bodem een container zou zijn waar je koolstof aan toe doet, je doet de deksel erop. Nou, helaas is dat niet zo. Dus het is ontzettend belangrijk om methoden te vinden waarbij we dat kunnen inpassen in de bedrijfsvoering. En nou, hier zie je het in de presentatie. Hè. Je hebt de aanvoer van fotosynthese, dat is de vastlegging van CO2 in gewassen. Die wil je in die bodem brengen. Op het moment dat je dat doet, gaat ook zo'n afbraakproces, komt dan op gang. Nou, die balans, het zijn continu in die bodem, zijn continu evenwichten aan de gang. En dat zijn dynamische evenwichten van aanvoer en afvoer. Nou, ik heb het heel vereenvoudigd, heb ik de vergelijking opgeschreven. Organische stof, water, lucht en micro-organismen, dat is CO2. Dat proces wil je minimaliseren. En je wil de vastlegging, die wil je dus optimaliseren. Nou, en dan zie je daar verschillende fracties. Nou, dat heb ik dan gesymboliseerd door de suiker en het hout. Mm-hmm. Bodemkundigen vinden het altijd ontzettend leuk om te praten over hoeveel fracties, wordt het ook wel pools genoemd, er in de bodem zijn en hoe je die kan onderscheiden. Het zijn verschillende bindingen. En wat nou belangrijk is, ook om vanavond te realiseren, is dus dat de ene koolstof niet de andere is. Dat ze verschillend reageren en dus dat je ook verschillende maatregelen moet nemen en dat het een dynamisch evenwicht is. Dus die pools die kunnen veranderen. Dus zodra je die bodem gaat openbreken, hè, dus als je gaat ploegen, dan breek je die aggregaten open en dan wordt dus een koolstof die je eerst had vastgelegd, kan weer beschikbaar komen. En andersom. Dus het is die, dat dynamische evenwicht. En daar moeten we mee aan de slag. Wat maakt dat er nu zoveel te doen is over carbon farming? Nou, omdat de potentie, die is enorm. Dat zagen we ook in het filmpje. Er zit al heel veel. En je kan een heel groot deel daarvan, de klimaatemissies, kan je daarmee theoretisch compenseren. Het is alleen nog wel een hele klus om daar te komen. Vanwege dus die dynamische evenwichten. Om maar even een voorbeeld te geven. En dat staat op de volgende slide. Dus misschien kunnen we daar even naar kijken. Mm-hmm. Hè, als je nou 1 ton compost toedient, nou, dan blijft daar, gemiddelde van een gemiddelde natuurlijk, hè, want het is allemaal maatwerk, blijft er ongeveer 150 kilogram stabiele koolstof van over. Daarbij is het effect van de grondbewerking, het werd al een paar keer genoemd, mm-hmm. is ontzettend belangrijk. Als je nou kijkt van een perceel wat wel grondbewerking heeft en niet, zit daar wederom natuurlijk een gemiddelde van een gemiddelde, met ongeveer 1% verschil tussen. Nou, dat klinkt als niet zo heel veel, maar 1% op een grote pool is ongelooflijk veel koolstof. Dus de potentie is groot, maar het is niet makkelijk. Dus dat is echt maatwerk en puzzelen van welke maatregel past waar en hoe zorgen we dat die koolstof daar blijft. En dan zijn er 3 elementen eigenlijk heel belangrijk. Mm-hmm. Dat is dat het permanent is, dus het moet er blijven. Het moet additioneel zijn en het moet niet leiden tot verschuiving. Hè? Dat je niet, omdat je hier koolstof vastlegt, ergens anders weer emissie hebt. Hè? Dus je hebt daarbij dus, je hebt maatregelen die de emissie beperken. En je hebt maatregelen die de koolstof vastleggen. Ja, precies. En daardoor kan een boer een aantal technieken toepassen. Ja. En wat zijn die belangrijkste technieken? Nou, dan kan je hebt een aantal categorieën. Je kan denken aan gebiedsgerichte maatregelen. Hè, die zitten bijvoorbeeld in de waterbeheer of gebiedsinrichting. Je kan denken aan aanvoer van buiten. Hè, dus ik noemde al even het voorbeeld van compost of organische meststoffen. Of er zijn ook ideeën met biobased carbon of biochar. Of vermindering van de afbraak. Hè, dus dat is weer
dat evenwicht opzoeken. Waarbij dus grondbewerking een hele belangrijke rol speelt. Mm-hmm. Maar je ook kan ook van gewassen, groenbedekkers, intercropping, verandering van bouwplan. En heel vaak zou het een combinatie zijn van allerlei maatregelen. Als ik het even helemaal plat sla, heb ik dan gelijk of zeg ik het dan te simpel? Door te zeggen van eigenlijk moeten we die bodem zoveel mogelijk met rust laten. Ja, eigenlijk wel. Maar tegelijkertijd wil je ook dat die organische stof in dat profiel komt. Dus dat is een hele lastige. Ja. Ja, ja. Ja, daar zijn we nog druk mee bezig. Ja. Ja. Oké, nou prima. Volgens mij had jij nog één slide, hè, waar je nog wat toelichting op kon geven. Ja, daar komen we zometeen vast ook nog wel over te spreken. Hè, van wat is nou de rol van Bayer hierin? Nou, dat is eigenlijk op drie niveaus. Hè. Bayer heeft een aantal duurzaamheidsambities afgegeven. Nou, daarvan zijn er twee heel relevant. Klimaatneutraal bij 2030 en 30% minder broeikasgasemissies in gewasproductie. Dat doen we samen met de sector. Dus daarbij willen we maatregelen gaan ontwikkelen. Dat zullen dus allemaal maatwerkoplossingen zijn. Hè. Dat mag duidelijk zijn. Je kan niet. Er is geen one size fits all solution. Het is puzzelen. Het kan wel. En daarbij bieden we ook digitale tools. Dat is Field View. Dat wordt momenteel al in Amerika en in Brazilië gebruikt. Mm-hmm. Waarbij met satellietdata en met sensoren heel precies kunnen monitoren wat er mogelijk is. En dat is eigenlijk een onderdeel van precisielandbouw. Oké. Ik zie dat er ondertussen al best heel veel vragen binnenkomen. Ik denk dat, wat ik zei, onze twee moderatoren het al behoorlijk druk hebben. Als ik er hier eentje uitpak, dan heb ik hier een vraag. Is er bij toepassing van compost of organische mest geen sprake van zogenaamde life cycle leakage? Ik weet niet helemaal wat er wordt bedoeld met life cycle leakage. Ik dacht dat je ging zeggen life cycle analysis, maar life cycle leakage. Ik neem aan dat daarmee wordt bedoeld dat het ene leidt tot emissie van het andere. Het is dus inderdaad zo dat bij compost, daar heb je natuurlijk gewasresten. Nou, die composteer je, die dien je vervolgens toe aan de bodem en daar kan weer een deel van worden afgebroken en dan komt het als emissie vrij. Maar door dus het komt weer terug op dat balansenverhaal, dat een deel ook in de bodem achterblijft. Hoe groot dat deel is, dat hangt van heel veel omstandigheden af. Dat hangt van temperatuur af, dat hangt van je bodemleven af, dat hangt van je bodemtype af. Dus ja, ik hoop dat dit het antwoord op de vraag is. We gaan het straks wellicht horen. We gaan vast nog horen. Even een andere vraag die ik ook hier tussen zie staan. Als je producten oogst van een hectare land en je legt die langdurig vast in producten, bijvoorbeeld olifantengras vastleggen in beton, leg je dan ook CO2 vast? Nog één keer, sorry. Als je producten oogst van het land. Ja. En je legt die langdurig vast in weer andere producten. Dus als grondstof, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld, je maakt er een tafel van. Ja, en ja. Hier wordt deze wordt gebruikt, inderdaad, olifantengras vastleggen in beton. Leg je dan ook CO2 vast? Nou, ik ken dit voorbeeld niet, maar ik zou zeggen ja. Want kijk, als je het bij die vastlegging, wat je doet, is je haalt CO2 uit de atmosfeer. Ja. En nou ja, zolang je dat maar langdurig en permanent vast kan leggen, dan, of dat nu in een betonoplossing, die ik eerlijk gezegd niet ken, maar goed, blijkbaar kan als dat. Als voorbeeld even. Ja, ja. Dan ligt dat het ook vast. Dat zou kunnen, ja. Ja. Dus je kan inderdaad het ook vastleggen in andere blijvende producten. Ja, als het maar daar blijft, als het maar additioneel is, permanent. Ja, en als het maar niet dat verschuift. Bedoel je extra toegevoegd? Dus, ja. Nou, additioneel bedoel ik dat zo'n maatregel niet al wordt gedaan. Okay. Dus het moet iets zijn wat bovenop je gangbare praktijken komt. Ja, ja. Precies. Christy, jij bent, ik zei al in de aankondiging, duurzaamheidsmanager bij Bayer. Ja. Bayer kennen we natuurlijk vooral van gewasbeschermingsmiddelen. Ja. Waarom houden jullie je met name hiermee bezig? Nou, eigenlijk om twee redenen. Als je nou kijkt hoe Bayer zich ontwikkeld heeft. Hè, jij zegt, we kennen vooral van gewassenbeschermingsmiddelen, dus chemie. Maar ja, daar zijn ook zaden bijgekomen. We gaan met Field View ook maar de precisielandbouw. Dus we krijgen steeds meer een integraal pakket om
oplossingen aan te bieden aan de landbouw en die verder te verduurzamen. En het andere is dus om vanwege onze eigen klimaatambities, waarbij we willen bijdragen aan verduurzaming van de hele sector. Oké, heel goed. We komen zo bij jou terug. We gaan eerst nu naar Mark Wilmink. Hij is Lead Carbon Banking bij Rabobank. En Mark die is niet bij ons in de studio, maar wij spreken hem straks via een live verbinding. En we gaan ook eerst kijken naar een video die ook met hem samen is gemaakt. Goedendag, mijn naam is Mark Wilmink. Ik ben binnen de Rabo Carbon Bank verantwoordelijk voor de Carbon Farming Pilots die wij hebben lopen. Die hebben wij momenteel lopen op twee locaties, in Nederland en in Amerika. En vandaag staan we bij een van de deelnemers in Nederland. Ja, waarom is Rabobank hierbij betrokken? Er zijn meerdere redenen voor. Allereerst willen wij als bank graag een rol spelen in de klimaattransitie. En als tweede denken wij dat wij als Rabobank een unieke positie hebben, omdat wij zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant de klanten hebben. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat we aan de aanbodkant de boeren hebben zitten die de koolstof vast kunnen leggen. En aan de vraagkant de grote bedrijven hebben die nog met een stukje restuitstoot zitten die ze graag willen compenseren. En het instrument daartoe is eigenlijk de carbon credit, waarmee we die koppeling willen maken. Carbon credit staat in principe voor 1 ton vastgelegde, dan wel vermeden CO2. En in het geval van carbon farming gaat het dus met name om de opslag van CO2 in de bodem. En als we dan kijken naar verdienmodellen, dan zijn die eigenlijk tweeledig. Het belangrijkste in Nederland op dit moment zitten we op de co-benefits. Dat is namelijk dat de lange termijn de grondkwaliteit zal verbeteren en daarmee de opbrengst. En als tweede natuurlijk de opbrengst vanuit de carbon credits. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de prijs die men wil betalen voor de carbon credits vanuit de markt. Ja, wat we daar op dit moment zien is dat de prijs voor een carbon credit relatief laag is gezien de opbrengst per hectare in Nederland. Echter zien we ook dat de vraag vanuit het bedrijfsleven enorm toeneemt en dat men in steeds verdergaande mate geïnteresseerd is in carbon credits die ook daadwerkelijk gericht zijn op vastlegging van CO2. Dus in de toekomst zou het kunnen zijn dat die prijs omhoog gaat, dat bedrijven bereid zijn daar meer voor te betalen en dat zal uiteindelijk natuurlijk ook gunstig zijn voor het gehele businessmodel en voor het verdienmodel van de boer. En de rol die Rabo heeft, is dat wij daartussen zitten. Wij willen de boer en de corporate met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van die opbrengsten terugvloeien naar de boer. Waarbij uiteindelijk dat voor de boer ook een reden zal zijn om de switch te maken van conventionele landbouw naar regeneratieve landbouw. Dat was Mark Wilmink van de Rabobank. Zoals ik al zei, hij is online bij ons in de studio. Wij zullen hem zo ook op de schermen ook zien en ook met hem verder praten over met name het financiële deel. En dat is namelijk de carbon banking. Want vastleggen van koolstof is allemaal leuk en aardig en vast ook goed voor de bodem en het klimaat. Maar het vraagt wel om extra inspanningen en het zou natuurlijk ook heel fijn zijn als de boer daar dan ook een verdienmodel wellicht aan kan verbinden. Mark, welkom bij ons. Goedenavond. In onze uitzending en in dit webinar. Fijn dat je er bent. Ja. We hebben net jouw video gezien. Mm-hmm. Carbon banking, waar moet ik dan precies aan denken? Nou, zoals ik ook eigenlijk in de video uitlegde, carbon banking, dat is eigenlijk een brede verzamelterm waarbij wij eigenlijk proberen om met onze farmerklanten, dus dat de boeren, een carbon credit te genereren die we aan de andere kant bij bedrijven die behoefte hebben om een deel van hun reststoot te compenseren, ja, om die eigenlijk aan elkaar te koppelen. Dus carbon farming of carbon banking, dat is al een bredere term, is eigenlijk het hele concept van het genereren van de carbon credit met de boer en aan de andere kant deze verkopen aan de bedrijven die daar behoefte aan hebben om een stukje restuitstoot te compenseren. Goed, en dat gaat via certificaat, klopt dat? Ja, als je zou het certificaat kunnen noemen, het gaat eigenlijk over een carbon credit die in de regel staat voor 1 ton vermeden, dan wel vastgelegde CO2. En dat is eigenlijk een verhandelbare eenheid. Nou, in dit geval waar we vanavond over praten, gaat het dan over carbon opgeslagen in de grond of dan wel vermeden op het land.
Maar er zijn allerlei mogelijke vormen van carbon credits denkbaar. Waarbij een aantal andere bekenden in dezelfde hoek, tenminste in de natuurhoek, zijn bijvoorbeeld carbon credits die gegenereerd worden door middel van opslag in bomen. Maar je zou ook kunnen denken aan de andere kant van het spectrum, daar worden ook carbon credits in verhandeld, bijvoorbeeld windenergie, et cetera, zonnepanelen. Maar misschien goed om te noemen, in Rabobank wij focussen ons met name, of eigenlijk alleen maar, op zogenaamde high quality nature-based oplossingen. En daarvan is opslag in de bodem, oftewel carbon farming, waar we het hier vanavond over hebben, is één van die oplossingen. Ja, precies. En zien jullie het ook, dat verdienmodel, hè, waar ik het net over had, zien jullie dat ook in een, als het carbon banking als onderdeel, zeg maar, van inderdaad meerdere oplossingen op basis van natuurlijke energiebronnen? Ja, dat zou kunnen. Kijk, het verdienmodel, dat is natuurlijk, het hele concept staat nog in de kinderschoenen. We zijn nu, we runnen een aantal pilotprojecten om te kijken ook hoe wij het beste dit verdienmodel aan kunnen vliegen. Momenteel zitten er nog behoorlijk wat kosten om de motor aan de praat te krijgen, om het zo maar te zeggen. Maar uiteindelijk hoop je en wil je dat de boer beloond wordt voor het feit dat hij bepaalde maatregelen neemt die de hoeveelheid opslagen CO2 vergroten. En aan de andere kant weten we ook dat er bedrijven zijn die dat graag willen kopen. Nou goed, dan is het een stukje marktwerking die ervoor moet zorgen of er ook daadwerkelijk een verdienmodel ontstaat. Dat is één, hè? Dat is de vraagkant. En dan is het ander natuurlijk dat het hier wel om natuuroplossingen gaat. En dan kom je al gauw op het punt van, ja, hoe gaan we dit dan meten? En dan zullen we wellicht later in het webinar nog terugkomen. Dat is behoorlijk complexe materie. Christy had het er net ook al even kort over. Het is vrij lastig om dat te meten. Nou, daar zijn we nu proberen te zoeken naar een oplossing. Die zijn er ook wel, alleen die moeten we nog testen. Dus uiteindelijk, het uiteindelijke verdienmodel zal ook afhangen van de mogelijkheden die we hebben om het goed te gaan meten als sector. Nou, niet zozeer Rabobank, maar gewoon de algemene markt. En ten tweede ook, wat willen uiteindelijk de bedrijven ervoor betalen? Waarbij we natuurlijk wel zien dat er zeker de laatste tijd een enorme toegenomen interesse is vanuit het bedrijfsleven om dergelijke instrumenten te kopen. Ja, Mark, even een praktische vraag vanuit een aantal deelnemers zie ik in de chat. Jij had het over regeneratieve landbouw. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat is inderdaad een hele chique term. Maar eigenlijk zegt dat niks anders dan het verbeteren van de bodemkwaliteit. En dat sluit heel erg aan op bij wat Christy zojuist verteld heeft. En het gaat eigenlijk allemaal om maatregelen die genomen kunnen worden om de bodemkwaliteit te verbeteren. Nou, denk daarbij aan bijvoorbeeld de bodembedekkers, minder ploegen, de grond met rust laten, werd net ook al even genoemd. En het gebruik van minder chemische middelen. Nou, dat alles zal zorgen voor een betere bodemkwaliteit. En we weten dat een betere bodemkwaliteit zorgt voor meer opname van CO2. En dat hele pakketje van maatregelen om die bodemkwaliteit te verbeteren, dat noemen we regeneratieve landbouw. Oké, helder. Dank je. Is dat ook duidelijk? Even terug weer naar de carbon credits. Hoeveel credits hebben wij precies als sector, als landbouwsector nodig? Willen we deze, zeg maar, ook kunnen delen en kunnen verkopen, met name ook aan andere industrieën, dus aan andere sectoren? Ja, dat ligt natuurlijk heel erg aan in welke eenheden je praat. Kijk, wij kijken natuurlijk naar beide kanten. Kunnen wij voldoende aanbod genereren en is er voldoende vraag? Nou ja, beide is het geval. Er is in ieder geval meer dan voldoende vraag. Wij testen natuurlijk ook met bedrijven om te kijken of zij geïnteresseerd zijn in dit product. Wat voor bedrijven hebben dan met name de vraag? Waar komt die vraag bij? Wat voor type bedrijven zijn dat? Ja, dat is een hele wijde groep. Maar waar wij als Rabobank ons met name op richten, zijn wel echte bedrijven die ook heel duidelijk een reductiestrategie hebben. Dus bedrijven die ook al in hun eigen bedrijfsvoering proberen de uitstoot zoveel mogelijk te minimaliseren, maar wel nog met een stukje restuitstoot zitten. Nou, denk daarbij bijvoorbeeld aan heel veel techbedrijven die je tegenwoordig ziet. Grote corporates die allemaal zogenaamde net zero doelen gesteld hebben. Tegenwoordig zien we ze, bijna elke week wordt er wel, zien we een nieuw bedrijf die zegt CO2 neutraal te willen zijn in bijvoorbeeld 2030. Nou, dat zullen in veel gevallen zal dat niet haalbaar zijn in de normale bedrijfsvoering. Zal er toch nog een stukje restuitstoot zijn. Nou, en een manier om dat stukje restuitstoot te compenseren is het kopen van carbon credits. Nou, onder andere ook carbon credits gegenereerd uit carbon farming. Dus het is een hele brede variëteit aan bedrijven die carbon credits wil kopen. En is er inderdaad sprake van een uitwisseling tussen diverse industrieën en sectoren, of is het in eerste instantie alleen nog met name binnen de landbouw?
Nee, dan kijk je echt met name naar, ik denk waar jij nu aan refereert, dan maak je eigenlijk het verschil tussen de verplichte en de vrijwillige markt. In de verplichte markt is er inderdaad sprake van die uitwisseling tussen sectoren, waarbij wij nu kijken naar de zogenaamde vrijwillige, oftewel de voluntary markt. En daar hoeft het niet per se gelinkt te zijn aan sectoren. Er is gewoon een groep aan de aanbodzijde die carbon credits kan genereren. Dat kan uit bomen zijn, dat kan uit windenergie zijn, dat kan uit, nou, waar we het hier vanavond over hebben, carbon farming zijn. En je hebt aan de andere kant sectoren die graag die credits willen kopen. Dus even los van of, daar, of dat in de keten zit, in de voedselketen zit, dat hoeft helemaal niet. En ja, vraag en aanbod kan daar bij elkaar gebracht worden. Dus de sectoren hoeven niet aan elkaar gelinkt te zijn. Het kan prima zijn dat bijvoorbeeld een tech company of een softwarebedrijf carbon credits koopt, gegenereerd door een boer. Maar als ik het goed begrijp, maken we dan wel verschil tussen de vrijwillige markt en, ja, en de verplichte markt, om het even zo Klopt. Te zeggen. Ja, ja. Verplicht is wel binnen sectoren, ja, vrijwillig niet. Ja, onder andere is dat een verschil. En ja, de verplichte markt is momenteel ook meer gereguleerd. En waarbij de vrijwillige markt minder gereguleerd is en daar overigens nu wel aan gewerkt wordt. En je zal ook steeds meer zien dat er een snijvlak gaat ontstaan tussen die vrijwillige en verplichte markt, omdat de interesse enorm toeneemt. Maar je moet je voorstellen, bedrijven waar wij bijvoorbeeld de credits aan willen verkopen, die zijn niet verplicht om hun uitstoot te compenseren, maar doen dat omdat zij bijvoorbeeld een doelstelling hebben om hun CO2-uitstoot tot nul terug te brengen. En in die verplichte markt, die bedrijven die credits kopen, die zijn ook daadwerkelijk verplicht om ze te kopen, omdat ze anders gewoon die uitstoot niet mogen doen. Nou, wij zitten juist in een markt waarbij het nog niet verplicht is, maar wel vrijwillig gedaan wordt. Eigenlijk is dat misschien wel het belangrijkste verschil. En als we over wat voor bedragen hebben we het dan? Bedragen per credit of meer in het algemeen wat er aan bedragen in de markt, als we het hebben inderdaad, of per vastgelegde hoeveelheid CO2, waar moeten boeren aan denken als het gaat om het verdienmodel? Dat is een hele goede vraag. Dat is ook de vraag die ik zeker verwacht had. Dat is afhankelijk van heel erg veel factoren allereerst. Het gaat dus altijd om 1 ton vastgelegd dan wel vermeden CO2-uitstoot. Ja, die prijzen variëren enorm. En dat ligt ook heel erg aan het instrument wat ingezet wordt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar credits die puur gaan over vermijden van uitstoot, bijvoorbeeld zonne-energie, die zijn een stuk goedkoper al dan credits die vastlegging doen. Dat zit hem ook met name in het feit dat vastleggen een verdergaande vorm is van CO2-uitstoot, omdat het iets is wat daadwerkelijk ook weer wat er al is en wat weggenomen wordt. Dus dat met alleen maar reductie komen we er niet. We hebben ook echt instrumenten nodig die het vast gaan leggen. Dus een credit die iets vastlegt, die heeft per definitie al wat hogere waarde. En credits die in de zogenaamde nature-based categorie zitten, hebben ook een wat hogere waarde. Nou, dat gezegd hebbende en wetende dat boeren in die categorie zitten, varieert de prijs dan nog steeds heel erg, afhankelijk van de grond waar je zit. Je kan je voorstellen dat Nederland het een stuk duurder is om dit te doen dan in bijvoorbeeld Amerika, Brazilië, etc. Als wij in Nederland kijken, zien we eigenlijk een ondergrens ergens rond de 40 euro. Ja, en waar de bovengrens ligt of waar dat naartoe gaat, ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de vraag die gaat ontstaan in de markt en de behoeften van de bedrijven. Wat wij bijvoorbeeld ook zien is dat er veel bedrijven zijn die, Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld, die zeggen ik wil heel graag iets kopen wat dicht bij huis is. Dus ze willen dan ook graag investeren in een Nederlandse credit en zijn dan bereid misschien wel iets meer te betalen dan voor een credit die bijvoorbeeld in Brazilië is gegenereerd. Dus kortom, het antwoord is, de prijs varieert enorm. In Nederland denken wij aan een ondergrens van ongeveer 40 euro. Ja, en als je een bandbreedte moet noemen, zou gemiddeld 40 tot... Ja, dat vind ik heel moeilijk om dat te noemen, want dat ligt echt heel erg aan wat bedrijven betalen. Daar hebben wij als Rabobank natuurlijk ook geen invloed op. Wij gaan natuurlijk wel proberen om dit... Nee, maar wat je ziet als je kijkt naar de markt? Nou, dat is het interessante. De markt bestaat toch niet echt, hè? Dit is echt een markt enorm in ontwikkeling. Er zijn nog bijna geen credits verkocht in deze categorie. Met name in Amerika worden wel veel credits verkocht en daar ligt het rond de 20, 25 dollar voor deze categorie. Een stuk lager al. Dat heeft dus weer te maken met de grond waar dit op gebeurt en het verdienmodel van Amerikaanse boeren. Dus ik vind het heel moeilijk om daar een bovengrens aan te hangen. Dat ligt echt heel erg aan hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Vanaf 40 euro zeg je, en dan hebben we het over 40 euro per... Per ton vastgelegde CO2 per, ja. Mark, bestaat er iets van een rekenmodel of een tabel waar boeren zeg maar mee aan de slag kunnen? Om eens gewoon voor zichzelf ook te kunnen kijken? Ja, er zijn natuurlijk wel wat inschattingen die je kan maken op basis van bepaalde maatregelen die je doet. Alleen dat is, en dan kom je meteen ook in de complexiteit van carbon farming terecht. En Chris, die kan daar denk ik ook wellicht weer meer over vertellen.
Kijk, elke situatie is verschillend. Elke grondsoort is verschillend. Elke locatie van de boer is anders. De impact van de maatregelen is anders. Dus het is heel moeilijk om een getal te zetten op een specifieke maatregel die een boer gaat nemen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dus bepaalde meetinstrumenten gaan ontwikkelen. Om ook daadwerkelijk te meten wat er nou gebeurt in die bodem. Mm-hmm. Maar er is zeker wel een basis die je kan doen. Nou, de Cool Farm Tool is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Als je daar een bepaalde input in zet, dan kun je op een gegeven moment ook berekenen wat ongeveer het effect zal zijn als je bepaalde maatregelen neemt. Maar nogmaals, het is erg complex om daar een getal aan te hangen. Maar dat is zeker wel, ja, op hoog over is dat mogelijk. Misschien nog een laatste punt daarover. Als je kijkt naar wat er in Nederland voor mogelijk is, dan varieert het ook heel erg. Maar dat zit ergens tussen de halve ton en misschien wel, ligt aan de studie die je leest, tot aan 3,5 ton per hectare wat opgeslagen kan worden per jaar. Nou, dan met een prijs van €40 geeft dat ook meteen aan wat er per hectare te verdienen valt, maximaal. Op dit moment. En dan wat mij betreft even een laatste vraag aan jou nu, Mark, voordat we inderdaad naar de derde spreker gaan. Hoe lang moet koolstof opgeslagen blijven in de bodem voordat je het als een credit, zeg maar, verkocht kan worden? Hele goede vraag. Dan komen we ook meteen bij het punt wat net ook gemaakt werd. Permanentie, het hete hangijzer in deze markt. Dus dat gaat er dan eigenlijk om, oké, wanneer weten we eigenlijk zeker dat die koolstof daadwerkelijk ook daar blijft? En dat is misschien ook wel meteen een van de grootste uitdagingen die we hebben in deze markt. Hoe kunnen we nou bewijzen dat als een boer besluit bepaalde maatregelen toe te gaan passen, dat het ook daadwerkelijk onomkeerbaar is, oftewel permanent? Kijk, de verkoop van die credits kan eigenlijk al vrij snel beginnen. En je zou kunnen zeggen, wij verkopen iets wat in de toekomst nog gaat plaatsvinden, of wat in de toekomstige jaren vastgelegd gaat worden. Mm-hmm. Alleen het is heel belangrijk dat dat goed vastgesteld wordt. Maar de snelste manier om iets vast te leggen, ja, dan denk je toch al gewoon een aantal jaar voordat je echt de eerste credits goed kan genereren. Maar minimaal een jaar. Oké, dankjewel. Ik zie jou ook knikken. Christy, wil je daarop aanvullen? Nou ja, het is precies inderdaad wat Mark zegt. Het is ontzettend moeilijk om het te meten. Hè? En in het filmpje liet ik dat ook zien. Hè? Je wil... een verandering brengen in een op zich al grote voorraad. Dus om dat te meten, ook al is het vanuit koolstofvastlegging wel een grote hoeveelheid, om dat als bodemkundig te meten, dan heb je te maken met veldvariabiliteit, je hebt te maken met de tijdsdynamiek. Dat is gewoon ontzettend ingewikkeld. Dus de meeste methoden die doen nu nog een soort berekening. Maar ja, daar zitten ook weer allerlei haken en ogen in. Dus dat is inderdaad een hele lastige. Ja, zeker. Ja. Dankjewel, Mark. Even tot zover. We zien jou zo dadelijk weer terug. Maar eerst gaan we naar de derde spreker. Jaap van Wenum. Hij is LTO-bestuurder en ook akkerbouwer. En ook met hem zijn we op pad gegaan. Jaap van Wenum, akkerbouwer in Kootwijkerbroek op de Veluwe. En ook voorzitter van de vakgroep akkerbouw van LTO Nederland. Nou, een gezonde bodem, een bodem met veel organische stof, is ook een goede weerbare bodem. Een bodem die tegen een stootje kan en waar gezonde gewassen op groeien. Dus dat is gewoon ons belang, om die bodem zo gezond mogelijk te houden. En daar proberen we ook alles aan te doen. Goede bemesting, liefst met voldoende organische stof aanvoer. Binnen de normen die we nu hebben, hè, want die zouden we eigenlijk best wat ruimer willen hebben. Maar ook gewassen telen die bijdragen aan die organische stofvoorziening. Granen, ik heb hier tarwe staan. Maar ook groenbemesters en vanggewassen die we tussen de teelten doortelen. Die dragen bij aan die koolstofopbouw in de bodem. En natuurlijk kijken we ook naar de grondbewerking. Er zijn akkerbouwers bezig met niet-kerende grondbewerking. Om te kijken of op die manier ook meer organische stof in de bodem vast te houden is. Nou, wat je ziet is natuurlijk heel veel wortelmassa. En ja, we oogsten alleen maar het bovenste gedeelte, alleen maar de graankorrel. En dit blijft dan allemaal achter op het land. En dat, dat moet dan leiden tot in ieder geval het op peil houden van het organische stof en het koolstofgehalte. Maar het liefst zouden we het ook zien toenemen. Maar dat is als je op gronden inderdaad die al heel lang in cultuur zijn en waar je gewoon altijd netjes voor zorgt en je rustgewassen teelt, dan is dat best ingewikkeld om dat nog te verhogen.
Maar op peil houden is al heel mooi, vinden wij als akkerbouw. Wij zeggen dan ook, focus vooral op de maatregelen die bijdragen aan die koolstofvastlegging en kijk of je die kunt belonen. Dus die niet-kerende grondbewerking, het telen van de rustgewassen, het telen van de vanggewassen en de groenbemesters. En dan kun je denken aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid om dat te belonen in de ecoschema's. Maar je kunt ook denken aan het mestbeleid om juist meer ruimte mogelijk te maken voor die aanvoer van die organische stofrijke bodemverbeteraars. Nou, dat zijn ook vormen van beloning die misschien niet direct geld in het laadje brengen, maar die wel bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering en op die manier de voordelen voor de akkerbouwers bieden. Dus beide moet je verkennen. Beleid, maar laten we ook kijken of we toch nog ergens ook wat financiën daarvoor los kunnen maken. Jaap, welkom bij ons. Dankjewel. Goed dat je er bent. Jij maakt het vooral zeg maar mee hè, vanuit de praktijk. Ook vanuit jouw achterban, de akkerbouwers. Maar je kijkt natuurlijk ook wel hierin, denk ik, iets breder. Ook wel naar alle grondgebonden sectoren. Wat valt jou daar vooral op? Want er is veel animo voor. Er is veel animo voor. En inderdaad ook omdat wat je doet op het gebied van carbon farming, van koolstofboeren, dat draagt ook gewoon bij aan een gezonde bedrijfsvoering. Dat is gewoon je grond in een goede conditie houden of in een goede conditie brengen, hè, verbeteren. En dat is gewoon ons directe belang. Met de grond moeten wij ons inkomen verdienen. En dus daar zien we gewoon de voordelen van om dat goed in cultuur te houden. Dan komen we eigenlijk ook wel meteen op een misschien wat heikel punt. Ik zag dat ook als vraag zeg maar van een van de deelnemers gesteld worden. Je bent boer, je zorgt altijd al heel goed voor je grond. Betekent dat je al een vrij hoog percentage organische stof hebt. Dat is natuurlijk ook moeilijker om dat weer op te hogen, hè? Dus nog meer vast te leggen. Word je daar op de een of andere manier met terugwerkende kracht voor beloond of niet? Nou ja, dat is inderdaad de vraag. En daarom zeg ik ook in het filmpje van focus je op de maatregelen. Hè? Want het moet eigenlijk niet zo zijn dat de boeren die juist altijd goed gezorgd hebben voor die bodem en daardoor die bodem al in een goede conditie hebben en die dus minder potentie voor verbetering hebben, dat die daarvoor gestraft worden, zeg maar, of dat die niet mee kunnen doen aan zo'n systeem. Dus ergens zul je ook zeg maar, wat er al zit in die bodem en eigenlijk je goede gedrag uit het verleden, dat zou je natuurlijk ook moeten meenemen in zo'n creditsysteem. Als jij nu kijkt ook naar de praktijk, voor welke methoden en toepassingen is de meeste animo? Ik denk dat heel veel boeren inderdaad kijken naar niet-kerende grondbewerking op dit moment. Dus de ploeg zeg maar, aan de kant zetten en kijken of ze met niet-kerende grondbewerking meer organische stof, vooral boven in die bodem, kunnen houden. En wat dat dan betekent in de bedrijfsvoering, want dat vraagt wel een andere bedrijfsvoering. Ja, en bijna elke akkerbouwer die ik spreek, die begint natuurlijk ook over de mogelijkheden om organische stof aan te voeren, die zeer beperkt zijn zeg maar, met de huidige fosfaatnormen. En daar zal echt meer ruimte moeten komen in het volgende actieprogramma, in het nieuwe mestbeleid, om ook aan die bodemverbetering te kunnen bijdragen. Want die normen zijn zo krap dat, wat Christy net aangaf, zeg maar, dat je het evenwicht op een hoger niveau probeert te brengen. Ja, dat vraagt er ook om dat je meer kunt aanvoeren. En nou ja, dat is zeer beperkt op dit moment. Ja, precies. En daar is jullie lobby ook op ingezet? Ja, daar zetten we volop op in, ook richting het nieuwe actieprogramma. En we hebben goede hoop dat daar wat gaat bewegen. Ja, oké. Er is ook een project loopt er, hè, vanuit ZLTO. Ja, ZLTO is inderdaad bezig met een aantal akkerbouwers in het Zuidwesten, mm-hmm. in Zeeuwse en ook op de Zuid-Hollandse eilanden. Mm-hmm. En brengt daar ook zeg maar, bedrijven die inderdaad die carbon credits willen kopen in contact met akkerbouwers die inderdaad een aantal activiteiten, maatregelen op hun bedrijven nemen. En die brengen ze met elkaar in contact en op die manier ontstaat daar al een hele kleine koolstofmarkt. Het zijn geen wereldbedragen, nou, dat hebben we ook net kunnen horen van Mark Wilmink. Maar goed, het draagt wel bij aan een stukje compensatie voor het werk wat je doet als akkerbouwer. Ja, precies. Kun je iets meer zeggen over dat project? Wat voor type boeren participeren daarin? Of met wat voor technieken zijn zij met name bezig? Nou, dat zijn met name inderdaad dus de akkerbouwers en de maatregelen die ik straks ook noemde in het filmpje. Het telen van je rustgewassen, de vanggewassen, de groenbemesters, maar zeker ook de bodemverbeterende mest. Mm. Dus proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van organische mest en organische stofaanvoer. Ja, dat zijn wel de maatregelen waar deze boeren ook op focussen.
Ja, precies. Als we even kijken naar andere grondgebonden sectoren. We hebben ook gezien bij de aanmeldingen dat er ook veel melkveehouders geïnteresseerd zijn. Ja. Waar is met name voor hun zeg maar hier de mogelijkheden? Nou, ik denk met name melkveehouders hebben natuurlijk heel veel grasland. En grasland is denk ik, zeker als je het vergelijkt met bouwland, misschien nog wel een grotere. Zijn er wel meer mogelijkheden om koolstof op te bouwen. Zeker als je dat grasland niet scheurt. Ja, ja. Ja, of in een, wat de biologische sector vooral doet, in rotatie met akkerbouwers brengt. Waardoor die akkerbouwrotatie weer verruimt. Totaal geeft dan ook juist een hele mooie koolstofopbouw. Dus beide zien wij wel kansen, zowel in die samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. Als in het echt permanente grasland. Met name in het veenweidegebied is dat natuurlijk heel belangrijk. En daar biedt dat grasland denk ik heel goede kansen inderdaad voor koolstofopbouw. Ja, dus ook juist ook interessant inderdaad voor de melkveehouders. Jij noemde ook al even in jouw filmpje GLB, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, om daar vandaan ook een stuk zeg maar compensatie te krijgen. Want we hebben het nu natuurlijk net gehad, met name het verdienmodel via de carbon credits en de markt. Ja. Dat is een andere wijze waar jullie ook met name op inzetten om ook een stuk compensatie te krijgen. Je hebt de bedragen gehoord inderdaad. Dat gaat om tientjes per hectare tot nu toe. Dat is natuurlijk niet iets waar je direct grote investeringen voor gaat doen als akkerbouwer of als veehouder. Mm-hmm. Dus het is belangrijk om te kijken of we ook beloningen kunnen stapelen. En het gemeenschappelijk landbouwbeleid, Frans Timmermans in de Green Deal, is natuurlijk ook een warm voorstander van verminderen van de CO2-uitstoot en het werken aan het klimaat. Dus laten we ook kijken of we inderdaad in die ecoschema's, die vrijwillige maatregelen die boeren kunnen nemen, dat we daar ook de beloning voor de maatregelen in meenemen die bijdragen aan die koolstofopbouw. Dat is goed voor de boer, goed voor de bodem. Dus ik denk dat dat heel welbesteed geld is, als we daar juist ook de focus op leggen in die ecoschema's straks die in de nieuwe GLB gaan gelden. Ja, precies. En verwacht jij ook dat boeren die hiermee aan de slag zijn, zeg maar, dat ook inderdaad kunnen aanvinken als het gaat inderdaad om te laten zien waar zij aan voldoen? Ja, dus waar we nu ook samen met het ministerie naar kijken, is inderdaad om naar een soort menu te komen, zeg maar, met een aantal maatregelen daarop. Daar staan ook de rustgewassen in genoemd. Daar staan ook de vanggewassen en de groenbemesters in genoemd. Mm-hmm. De niet-kerende grondbewerking heb ik daar ook al in zien langskomen. Mm-hmm. Nou ja, op al die activiteiten kun je straks punten scoren. Mm-hmm. En als je voldoende punten hebt, dan krijg je je beloning uit het ecoschema. Het is wel belangrijk dat het met elkaar in balans is. Dus dat de ambitie in die ecoschema's niet zo hoog is dat het meer kost, zeg maar, dan dat het oplevert. Ja, ja, precies. Want dan haken boeren denk ik weer af. Dus het moet wel echt een beloning ook zijn. Ja. Ja, ik zag inderdaad ook een vraag van een van de deelnemers inderdaad hier ook over. Oh, je noemde ook het ministerie. Hebben zij dit ook al, zeg maar, of wat is hun rol hierin? Hebben zij dit ook al goedgekeurd of zijn er al richtlijnen? Of nee, er wordt nog steeds onderhandeld in Brussel over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Volgens mij aan het eind van de week of volgende week gaat er ook weer een onderhandelingsronde komen. Mm-hmm. Tussen de lidstaten, tussen de Europese Commissie en tussen het Europese Parlement. Ja, daar worden ook de kaders gezet en er worden ook uiteindelijk bepaald van welk deel van het geld gaat er in die ecoschema's, welk deel komen verplichte maatregelen voor. Mm-hmm. En voor ons is het belangrijk inderdaad dat het echt een beloning is en dat het binnenhalen van het GLB-geld niet meer kost dan dat het oplevert. Het moet echt een beloning zijn. Ja, ja. Begrijp ik. Goed, wat mij betreft halen we ook weer Mark Wilmink erbij. Gaan we met z'n drieën, hebben we nu jullie drieën samen, gaan we nog verder in gesprek. En inderdaad ook kijken of dat we nog meer vragen van deelnemers kunnen beantwoorden. Nog eventjes terug inderdaad naar dat verdienmodel. Want we hebben eigenlijk er nu twee volgens mij gehad. Hè? Dat zijn inderdaad via de carbon credits en via inderdaad overheidssteun, zeg maar, via GLB. Er is volgens mij ook nog een derde en dat is het terug proberen te krijgen via de consument. En ook contracten sluiten met de industrie in CO2-overeenkomsten. Hoe zie jij dat, Jaap? Ja, ik denk uiteindelijk dat de meeste potentie misschien nog wel ligt inderdaad via de markt door de consument te laten belonen. En dus door de duurzaamheidscertificaten, ook de internationale bedrijven, met name de internationale verwerkers, die toch ook allemaal de doelstelling hebben om CO2-neutraal te willen zijn.
Nou, wij scoren heel goed als Nederlandse land- en tuinbouw. We zijn heel efficiënt in het produceren, dus met de laagste CO2-footprint. Dus daar zie ik ook echt een concurrentievoordeel in voor onze boeren ten opzichte van het buitenland. Dus ik denk dat daar ook heel veel potentie ligt. Zie je daar ook al voorbeelden van? Nou ja, we zien wel bepaalde schema's, zeg maar, bepaalde certificeringen die geëist worden. Er wordt ook niet altijd de meerprijs betaald. Hè. Dus dat is ook wel een belangrijk speerpunt. Ook in de contacten die we op dit moment hebben, de gesprekken met de supermarkten, zeg maar. Hè. Dus als het gaat om Planet Proof en andere eisen die men stelt. Yeah. Ja, die beloning die zal er moeten komen en die potentie die ligt er. Yeah. Maar het concurrentievoordeel hebben we sowieso op dit gebied en dat zal ook beloond moeten worden. Hoe zie jij dat, Christy? Nou, ik denk dat koolstofvastlegging, dat wordt ook wel gezien als een triple win. Hè? En Mark noemde het ook al even, die noemde dat als co-benefits. Dus wat bedoel je daar precies? Ja, dat je meer voordelen hebt dan alleen die koolstofvastlegging. Ik denk dat je deze maatregelen, dat je ze eerlijk gezegd niet alleen moet nemen voor die carbon credits. Maar dat je ze moet nemen... Dus voor het geld bedoel je? Ja, voor het geld. Mm-hmm. Maar dat je ze moet nemen omdat het naast... die carbon credits ook nog eens bijdraagt aan een betere bodemkwaliteit. Dus hè, meer organische stof, heb je een beter watervasthoudend vermogen, beter nutriëntenhoudend vermogen. Het is eigenlijk de spons in je bodem. Een deel daarvan breekt dus ook af. Daarmee krijg je weer nutriënten en is dus ook weer beter voor je oogst. En daardoor wordt dus koolstof in je bodem ook wel een triple win genoemd. Hè. Dus je hebt koolstofvastlegging, betere bodem en betere oogst en betere plantweerbaarheid. Dus ik denk, het geld, tuurlijk, dat is heel fijn, dat is heel belangrijk. Maar daarnaast zijn er ook nog andere voordelen, benefits, die wellicht niet in geld zijn uitgedrukt, maar die uiteindelijk wel resulteren in een beter bedrijf. Ja, hoe kijk jij er tegenaan, Mark, vanuit de Rabobank? Geld moet eigenlijk niet de belangrijkste prikkel zijn, hoorde Christy zeggen. Nou, één van de... Nou. ik kan me niet anders dan aansluiten bij hetgeen wat Cindy zegt, en zeker in Nederland. En de situatie in Nederland is namelijk zo dat zijn we enorm efficiënt in de landbouw en hebben ook een hele hoge opbrengst per hectare. Dat zorgt automatisch voor dat de meeropbrengst van zo'n carbon credit in verhouding tot de normale opbrengst relatief beperkt is. Waardoor de focus al sneller zal verschuiven naar onder andere die co-benefits die Christy net noemde. Dus daar sluit ik me helemaal bij aan. En als je dan kijkt, als je het wat meer zou uitzoomen en zou het vanuit, vanuit de wereld bekijken, dan zie je juist in bijvoorbeeld Brazilië of in Amerika, dat die carbon credit daar een groter onderdeel uit kan maken van het totale stuk. Omdat nou eenmaal de opbrengst per hectare een stuk lager is. Waardoor automatisch die carbon credit in verhouding een veel groter deel van de opbrengst is. En daarmee financieel gezien ook interessanter. Dus specifiek voor Nederland, of je zou kunnen zeggen voor hele efficiënte landbouwgebieden, is puur het verdienmodel, kan lastig zijn. En dan kom je inderdaad al gauw terecht op de co-benefits die natuurlijk altijd belangrijk zijn. En dat is ook meteen een van de uitdagingen die we in de pilots hebben, om het zo efficiënt mogelijk te maken en ook überhaupt een verdienmodel te creëren, wat niet makkelijk is in deze markt. Nee. Hoe kijk jij er tegenaan, Jaap? Die financiële prikkel, dat moet eigenlijk niet de belangrijkste zijn. Nou, kijk, we zijn natuurlijk we zijn ondernemers natuurlijk als boeren en tuinders. Dus voor ons is die financiële prikkel wel heel belangrijk. Ja. En het is inderdaad zo dat een gezonde bodem is echt een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. En daardoor kunnen we ook gezonde gewassen telen. En daardoor kunnen we ook die gewasopbrengsten halen die we met elkaar willen halen. Hè. Dus die benefits of die voordelen van goed voor je bodem zorgen, die zien we ook met z'n allen. Maar het verdienmodel, daar schort het nog wel eens aan, juist in onze sectoren. Terwijl we wel die maatschappelijke opgaven met elkaar te doen hebben. En die waardering vanuit die consument die blijft dan wel eens achter, of vanuit de overheid. Dus vandaar dat wij daar wel de focus op leggen. Kijk, wij willen ook in de toekomst en onze bedrijven ook weer doorgeven. En daar hebben we ook die bodem, houden we ook die bodem gezond voor. Maar we zien de beloning niet altijd terug. En dus voor ons is het wel heel belangrijk dat, en staat eigenlijk op nummer 1, dat we wel een verdienmodel hebben met onze bedrijven. Dus we doen dit niet als liefdadigheid, we doen dit echt vanuit vanuit commerciële belangen ook. En alles wat we extra moeten doen, zeg maar, daar willen we ook graag voor beloond worden. Ja, en misschien om daar nog kort op in te gaan. Dit is natuurlijk iets wat wij, wat we ook zien. Het is inderdaad belangrijk om die financiële prikkel te hebben. Maar het is nu eenmaal een lastig model. En wij denken wel dat de sleutel hierin met name ligt in twee dingen. Eén, aan de vraagkant. Ja, wat wil de markt hiervoor betalen? Dus dat is een belangrijke sleutel. Als dat op een gegeven moment omhoog gaat, zal er altijd een punt komen dat het interessant wordt. Dus dat is echt,
wat wil de markt betalen? En als de prijs op CO2 omhoog gaat, kan het op een gegeven moment echt heel interessant gaan worden. Iets wat we ook zien in de markt. En het tweede is, het model kostenefficiënt runnen. Als wij kijken natuurlijk niet alleen naar Nederland, wij kijken naar wereldwijd naar onze boerenklanten. Maar de technieken die wij gebruiken om te meten, die zijn ook op wereldschaal toepasbaar. Dus als wij kostenefficiënt kunnen gaan meten, dan kunnen we ook in Nederland uiteindelijk wellicht een efficiënt businessmodel creëren. Dus daar zitten zeker de uitdagingen, maar daar zou ook potentiële oplossingen kunnen liggen. Aan de vraagkant, wat wil men daarvoor betalen, consumenten dan wel bedrijven, en hoe kunnen we het model efficiënt inrichten? Ja, precies. En als ik, want ik zie daar ook een aantal opmerkingen over in de chat. Van waar zit het verdienmodel in dit geval als het gaat om carbon banking, carbon farming voor bij Rabobank en voor Bayer? Ja, als ik als eerste reageer vanuit Rabo. Ja, dat verdienmodel is denk ik tweeledig. Allereerst willen wij als Rabo heel graag een bijdrage leveren in het klimaatdebat. Dus dat is één. Maar twee, als je kijkt naar het verdienmodel, dan zit dat direct in een stukje marge in de credit. In het efficiënt organiseren van dit systeem en daar een kleine marge in nemen. En dat kan natuurlijk alleen maar als we het op grote schaal doen. Dus we hebben ook echt deze activiteiten nodig wereldwijd om het echt schaalbaar te maken en efficiënt te maken. Dat is één. En twee, en dat zou meer een bijkomend voordeel kunnen zijn, als uiteindelijk de grondposities sterk verbeteren van onze klanten, heeft dat natuurlijk ook als onderpand, kan dat een voordeel hebben voor een bank. Dus daar zit een indirect onderdeel wat voordelig kan zijn. Dus er zitten zowel directe als indirecte voordelen aan. Naast het feit dat wij als Rabobank natuurlijk heel graag een rol willen spelen in het klimaatdebat. Ja. Ja, helder. Ja, voor Bayer is zo nou enerzijds natuurlijk onze eigen emissies, hè, zoals Mark ook al zei. Mm-hmm. En daarnaast het ontwikkelen van geïntegreerde oplossingen. En dat komt heel dicht aan tegen precisielandbouw, waarbij we dus gebiedsgericht maatwerkoplossing kunnen ontwikkelen. En daarbij is carbon farming een onderdeel, maar dat is niet het enige. Dat gaat ook over locatiespecifiek toedienen van middelen. Dat gaat over oogstdata. Dus dat is het hele concept van monitoring, verificatie, een rapportage. Wat er gebeurt op zo'n bedrijf en welke advies je daarbij kan geven. Ja, precies. Oké, helder. Even kijken, we moeten ook. Loop ik nog even door de vragen heen. Dus we gaan even wat kriskras als het gaat om de onderwerpen hierover. Want ik vind deze namelijk ook wel aardig. Dus even een ander aspect waar we het volgens mij nog niet hebben gehad over permanent koolstof vastleggen boven gronds via de boomteelt bijvoorbeeld. Ja. Hoe kijken jullie er tegenaan? Ja, dat is... Kan dat wat opleveren? Dat kan zeker wat opleveren. Naarmate natuurlijk bomen geplant worden en ze verdwijnen vervolgens niet in een biomassacentrale waar ze weer verbrand worden, zeg maar. Dan dragen ze bij inderdaad aan koolstofopbouw. En we hadden straks het voorbeeld van bouwmaterialen, waarbij je zeg maar plantenmaterialen, kan vezels, kunnen vezels zijn, maar dat kan ook hout zijn. Waarbij je dat langdurig vastlegt in gebouwen bijvoorbeeld of in meubels. Mm-hmm. Ja, dat is ook vastlegging. En als je dan weer nieuwe bomen plant, dan gaat daar ook weer CO2 vastgelegd worden. Ja, dus naarmate je meer hout permanent in het systeem houdt, met bouw of met andere projecten, dan draagt dat zonder meer bij aan koolstofopbouw. En dat is denk ik een hele interessante en de boomkwekerij heeft daar een hele mooie rol in. Ja, zeker. En ik las ook ergens dat agroforestry, dat ook een van de methoden is om ook hier aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Klopt dat? Nee, dat is een van de maatregelen die zou kunnen. En ik heb het al gezegd, maar het blijft toch maatwerkoplossingen. Ik denk niet dat er een maatregel is die zegt van die gaan we overal doen. Agroforestry kan een onderdeel zijn van een oplossing. Maar ik denk dat je altijd moet kijken van wat past hier het beste. En er is een heel... pakket van maatregelen die ingepast kunnen worden. Is dat ook voor Nederlandse boeren interessant? Ik vind het nog best wel een lastige, die agroforestry, laat ik het eerlijk zeggen. Ik kom zelf van de Veluwe en onder die bomen, daar groeit niet zoveel over het algemeen. Dus die bomen die doen het prima, daar gaat het niet om. Maar je hebt dan niet echt een gewasopbrengst zeg maar, in de buurt. Dus het is best wel lastig om daar inderdaad ook een verdienmodel onder te krijgen, laat ik maar zo zeggen. Ik weet dat men in Lelystad ook bij het proefstation daar en nu op de boerderij van de toekomst ook wel wat experimenteert zeg maar, met bomen tussen de gewassen.
Ik ben er nog niet zo enthousiast over, laat ik het zo zeggen. En ik zie vooral nadelen op dit moment. Maar qua CO2-vastlegging zal het best zijn voordelen hebben. Maar het moet dus wel inpasbaar zijn in je bedrijfsvoering. En moet niet ten koste gaan van je gewasteelt waar je uiteindelijk je brood mee verdient. Ja, ja, ja. Ik kijk nog even naar andere vragen. En wat bij ook wel blijft hangen is dat vastleggen en het meten ook met name. Hè? Want dat is volgens mij nog wel een hele klus om dat goed voor elkaar te krijgen. En zeker inderdaad, hè, ik zie daar ook toch wel weer verschillende deelnemers op reageren. Als je altijd netjes op je grond gepast hebt, zeg maar, hoe groot is dan dat verdienmodel ook? Nou ja, misschien, kijk, het is ook als je altijd goed voor je grond gezorgd hebt. In principe is het is niet zo dat een rijke bodem niet meer koolstof op kan nemen. Sterker nog, eigenlijk is het makkelijker om van een goede uitgangspositie daar nog meer aan vast te doen dan vanuit een hele arme positie komt. Dus dat wil ik dan wel even rechtzetten. Dus ja, en dat meten, ja, dat is gewoon een ongelooflijk moeilijk, hè? Omdat je dus al die grote voorraad hebt en je wil een relatief klein verschil, wat ook nog eens een keer variabel is in tijd en ruimte. Mm-hmm. Dus ja, ook daar zijn heel veel ontwikkelingen gaande met sensoren, met satellieten, maar ook nog gewoon het traditioneel meten. Maar daarnaast ook gewoon accounting systemen, hè? Dus dat is de Cool Farm Tool, werd al even genoemd, waarbij het... Het berekent, zeg maar. Ja, precies. Technisch klopt het verhaal, denk ik ook wel, wat je zegt. Maar als dat betekent dat ik, zeg maar, op mijn bodem waar ik altijd goed voor gezorgd heb, en ik wil dat nog verhogen en ik moet nog meer granen gaan telen, en dan intensieve teelten waar ik, zeg maar, mijn brood mee verdien moet vervangen, ja, dan klopt het technische verhaal, maar het economische plaatje klopt dan natuurlijk van geen kant. Nee, en dat is altijd de balans die je op de boerderij zoekt. Tussen enerzijds goed voor je bodem willen zijn en anderzijds een inkomen halen. En dat doe je altijd concessies. En dus technisch klopt het helemaal, maar qua verdienmodel en qua economie heb ik toch wel mijn grote twijfels, zeg maar. Of dat dan ook echt geld gaat opleveren. Ja, en daar kunnen die paar carbon credits dan niet tegenop wegen. Nee, ik denk zeker in Nederland is dat een terecht punt, hè, waar we net al even kort over hadden, over die opbrengsten. Wat natuurlijk wel speelt, en dat speelt met name aan de vraagkant. Kijk, deze sector is heel erg in ontwikkeling. Andere sectoren zijn wat verder. Daar kun je veel beter meten wat er met die carbon gebeurt. Nou, bijvoorbeeld zonnepanelen, bijvoorbeeld, maar kijk bijvoorbeeld ook naar bomen, werd net al even genoemd. Nou, de technologie was verder. Denk aan drones, satellietbeelden, etc. Dus daar kun je op een iets makkelijker manier vaststellen hoeveel CO2-opslag er is. Dat is in de bodem, is dat op dit moment lastiger. Ontwikkelingen gaan enorm snel, dus daar verwachten we wel zeker kansen. Maar wat de bedrijven die credits kopen natuurlijk wel van ons verwachten, is dat wij wel onze zaken op orde hebben en daadwerkelijk ook kunnen aantonen dat die CO2 die zij denken te kopen ook daadwerkelijk opgeslagen is. En dat is nou net iets wat, ja, er zit een enorme uitdaging om dat goed aan te tonen. En daar werken we met z'n allen heel hard aan, dat schaalbaar te maken en dat goed aan te tonen, maar daar zit zeker de uitdaging. En ik herken ook meteen wat Jaap zegt rondom verdienmodel. Ja, het is balanceren tussen een verdienmodel aan de ene kant en bodemkwaliteit aan de andere kant. En ja, het liefst heb je dit hand in hand, dat dit hand in hand gaat. Ja. Maar dat is iets wat we eigenlijk toch altijd al wel doen? Dat doen we, ja. Dus inderdaad, om die intensieve gewassen te kunnen telen, die gewassen die inderdaad het geld in het laadje brengen, moet je je grond ook rust geven en moet je ook zorgen dat die koolstofopbouw op peil blijft. Mm-hmm. Maar inderdaad, als je dan inderdaad nog verder wilt, nog meer wilt verbeteren, want daar hebben we vaak al een balans in gevonden. Als je die balans op een hoger niveau wilt brengen, dan moet je of meer van die rustgewassen, vanggewassen gaan telen, als daar ruimte voor is. Dat gaat dan vaak ten koste van die teelten waar je geld mee verdient. Ja, en de andere mogelijkheid is inderdaad om meer organische stof te kunnen aanvoeren. En daar zit het mestbeleid dan vaak toch een beetje dwars en is daar de beperkende factor op dit moment. Dus op het moment dat wij inderdaad daar meer ruimte krijgen voor composten, shamposten, dierlijke mest die organische stofrijk is, mm-hmm. Ja, dan geeft dat ook weer mogelijkheden. Ja, ja, precies. Mark, als ik jou beluister, zeg jij dan eigenlijk dat carbon farming voor de Nederlandse boer gewoon echt minder aantrekkelijk is? Dan bijvoorbeeld van een boer in Amerika en Brazilië die beschikt over veel grotere oppervlaktes en gewend is met andere saldo's te werken?
Ja, ik denk dat daar twee dingen spelen. Eén, ik denk als je de situatie nu bekijkt, ja, dat is zo. Omdat, ja, dat is precies wat je net zegt, de situatie is gewoon anders. De carbon credit maakt in Amerika helemaal een groter deel uit van de opbrengst dan dat dat in Nederland doet. Ook al is de prijs hier op dit moment al twee keer zo hoog. Maar dat betekent natuurlijk niet dat in de toekomst, als de prijs gaat stijgen, dan kan natuurlijk wel een punt ontstaan dat het wel interessant wordt. En dat zou dan idealiter ook nog hand in hand gaan met een kostendaling aan de kant van het meten. En ja, de kosten die de boer moet maken om, om deze regeneratieve maatregelen toe te passen, de voordelen die hij daarvan ziet. Dus ja, op dit moment is dat zo, dat geografie speelt zeker een rol. En daarbij is Nederland op dit moment niet in het voordeel, heel specifiek kijken naar die credits. Maar dat zou natuurlijk wel kunnen veranderen door de tijd heen, naast het feit dat het natuurlijk überhaupt ja, belangrijk is om te kijken naar deze maatregelen vanuit de andere argumenten die ook Christy al aanhaalde rondom biodiversiteit, et cetera. Oké, wat mij betreft een laatste ronde, want we lopen, we zijn inmiddels een uur bezig, dus we gaan naar een afronding toe. Ja, als ik bij jou mag beginnen, carbon farming in Nederland, waar staan we over 5 jaar? Wat verwacht jij? De aandacht voor carbon farming die neemt toe, dat is absoluut duidelijk. En boeren zullen zeker ook bereid zijn om de maatregelen toe te passen die bijdragen. En dat doen we vaak dan ook al, hè. Dat blijkt ook wel uit de vragen. Hè. Dus heel veel boeren die daar juist heel goed voor zorgen, ze hebben zoiets van, ja, maar dat wil ik nu eigenlijk al wel voor beloond worden, voor mijn goede gedrag. Het gaat in het GLB aandacht krijgen, dat is absoluut duidelijk. De Green Deal speelt in Europa. Wij hopen dat we daar in het mestbeleid ook wat meer ruimte voor krijgen, zeg maar, om die bodem te kunnen verbeteren, ook via de bemesting. En ja, of er ook echt een carbon credit systeem komt, zoals Rabobank hier schetst. Ik heb daar nog wel mijn twijfels over, laat ik het zo zeggen, omdat het om eigenlijk klein geld gaat ten opzichte van wat je ervoor moet doen. En de transactiekosten kunnen ook nog wel eens behoorlijk hoog zijn. Dus we moeten dat zeker verder verkennen. En ik hoop ook inderdaad met Mark dat die prijzen fors gaan oplopen. Mm-hmm. Want dan biedt het inderdaad potentie. Mm-hmm. Maar met de huidige prijzen nou, ben ik nog niet overtuigd, zeg maar. En sta ik nog niet in de rij om morgen mee te doen. Mm-hmm. Het staat nu nog echt inderdaad in de kinderschoenen, hè, wat Mark zegt. Dus er moet nog een volwassen markt gaan worden die wellicht toch interessant gaat worden uiteindelijk. Ja, dus, maar dat is heel veel. We hopen en we verwachten dat daar wat gaat gebeuren en wat gaat bewegen. Maar de potentie in Nederland is inderdaad, zoals Mark schetst, klein. Dat neemt niet weg dat wij inderdaad gewoon goed voor onze bodem willen zorgen en dat ook blijven doen. Ja. Ik bedoel, dat staat los van een carbon credit systeem. Maar maatregelen die inderdaad veel geld kosten, ja, daar zal de beloning ook naar moeten zijn. Ja, en nou ja, daar heb ik mijn twijfels over de hoogte van de beloning zoals die nu is in de carbon credit prijs, zoals die nu op de markt geldt. Oké, helder. Christy. Over 5 jaar, hè? Ja, waar zijn we dan met carbon farming? Ik denk dat we dan een heel stuk verder zijn met het ontwikkelen van echt plaatsspecifieke maatregelen. En nou ja, een stuk verder zijn ook met precisielandbouw, waardoor we met minder impact gewassen kunnen produceren en daarbij ook koolstof kunnen vastleggen en dat bij kunnen houden waar dat gebeurt, hoe dat gebeurt, welke manier. Tegelijkertijd ook, dat moeten we niet vergeten, emissies kunnen reduceren. Hè? Want dat is, en dat zei Mark ook al, je moet eigenlijk twee dingen tegelijkertijd doen. Je moet vastleggen en je emissies reduceren, anders ben je aan het dweilen met de kraan open. Mm-hmm. Ik denk dat we daar ook grote stappen in kunnen zetten door nog efficiënter te worden, door heel specifiek te kijken wat er kan. Oké, dankjewel. Mark, waar denk jij over 5 jaar, waar staan we dan? Ja, ik denk dat de bewegingen uit een aantal richtingen gaan komen die het wellicht toch mogelijk maken om een carbon credit systeem dan wel een huidige vorm, dan een wat aangepaste vorm, misschien wel in een wat breder spectrum, bijvoorbeeld stikstof, op te zetten. Ik denk met name dat de beweging moet komen vanuit de technologie. Nou, ik kan daar vanuit mij wel ook bevestigen dat ik echt enorm veel ontwikkeling zie daar. Het meten wordt echt een stuk eenvoudiger. Er zijn echt interessante ontwikkelingen gaande. Het is al een aantal keer genoemd. Ik denk aan de vraagkant zie je enorm veel interesse. Als je dat vergelijkt met een jaar geleden zie je echt een enorme toename van bedrijven die zeggen CO2-neutraal te willen zijn. Nou, dat zullen ze op een manier moeten bereiken. En carbon credits zijn daar een potentieel instrument voor. En ik denk aan de aanbodzijde dat we daar ja, wellicht door bepaalde efficiënties ook gemakkelijker credits kunnen genereren met wellicht wat minder moeite. En die drie ontwikkelingen samen zouden ervoor kunnen zorgen dat we wellicht in de toekomst wel een aantrekkelijk model kunnen bouwen in Nederland rondom carbon farming. Goed zo, dankjewel.
Mark. Sowieso dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Want we gaan afsluiten van dit webinar. Carbon Farming, is dit iets voor u? Wij hopen dat het jullie wat duidelijkheid heeft gegeven. Er zijn veel vragen gesteld. Vast niet alle vragen zijn beantwoord. Maar ik weet dat onze moderatoren hun best doen. Omdat alsnog wellicht op een later stadium dan alleen vanavond bij u terug te komen met vragen. De belangrijkste vragen en de antwoorden kunt u ook teruglezen aanstaande zaterdag in Nieuwe Oogst. En eerder ook al op de website nieuweoogst.nl. Hartelijk dank voor het kijken. Hartelijk dank Jaap van Wenum, Christy van Beek en Mark. Hij is inmiddels weg en wij gaan ook afsluiten. Dank u wel. Fijne avond nog.